3-1-zegen op Almere, geen veldje aan de lucht? Nou, uiteindelijk als je de wedstrijd rustig terugkijkt, niet. Maar goed, ik vond dat we de eerste helft heel aardig speelden. Een behoorlijke controle hadden over de wedstrijd. Goed, 2 goede doelpunten maken. Maar de tweede helft gaat Almere met wat meer druk naar voren spelen. Punt naar voren op het middenveld, eerder druk op onze opbouw. En er waren er toch een paar momenten dat als Almere zeg maar een doelpunt maakt, ja, het misschien het geloof en dergelijke bij hun terugkomt. Ze zetten wel wat druk en ik vond dat we in de tweede helft niet goed de countermogelijkheden uitspeelden. Ik denk dat we zeker 7-8 kansen hadden moeten creëren uit een tegenaanval. En dat is jammer, daardoor duurt de 3-0 eigenlijk vrij lang in die wedstrijd. Ja, en dan verslap je ook nog even een moment en dan krijg je toch nog weer even de 3-1 om de oren. Maar ik denk al met al, als je rustig terugkijkt, dat we weinig hebben weggegeven. En grote fase van de wedstrijd de overhand hadden, dus prima. Het gekke is, jullie maken 3-0 en denk je die wedstrijd zit op slot. En eigenlijk dan krijgen jullie het pas moeilijk in die wedstrijd. Ja, klopt. Daar gaan hun opportunistische spelen. Ze brengen geloof ik de kogel erin. Ja, dan weten ze dat je lange ballen gaat spelen. En vanuit de tweede bal dan wat gaan proberen te forceren. Dus dan wordt het wat lastiger. Maar ik denk ook dat wij nog heel veel momenten hebben laten liggen om hun echt pijn te doen. En, uit de counter? Ja, vanuit de counter inderdaad. Ja, ik denk uiteindelijk dat 3-1... nog zacht uitgedrukt is. Ja, dan krijg je toch nog weer even bij Almere. Die hebben natuurlijk ook de laatste uitslagen van Jong Ajax gezien, waarin we 3-0 voorstonden en 3-3 spelen. 4-1 voorstonden, 4-4 spelen. Ja, goed. Dus die denken nog even gas te geven. En als dan zo'n 3-2 valt, dan weet je maar nooit hoe het kan lopen. Maar ik moet zeggen dat we als team vandaag erg goed in de wedstrijd staken. We staken er ook veel arbeid in, veel duels ook gewonnen. Tegen toch ook een behoorlijk sterke ploeg. Dus ik denk dat we hartstikke tevreden ook op dat gebied terug kunnen kijken. Hoe hard waren jullie toe aan een overwinning? Best wel hard. Het is ook lekker dat we nu wel gewoon eens een keer uitbuiten. Dat we goed beginnen. Dus het is gewoon een lekker gevoel om weer eens te winnen. En hopelijk maken we nu weer een goede stap op de ranglijst. Dus de overwinning ook voor een stukje moreel op de ranglijst zakten we toch langzamerhand weer een beetje weg. Terwijl we ons toch tot doel hadden gesteld om richting die top 5 aan te hikken. Nou goed, dat doet deze overwinning in ieder geval goed. En we hebben nog een aardig programma voor de boeg, nog veel punten te halen. Dus dat is prima, deze 3 punten. Het gat met die top 5 is nog maar 3 punten nu. Ja, dus het geeft ons alle mogelijkheden om naar boven toe te kijken. En een goed eind aan die competitie te brengen. Als je vandaag verliest, dan zak je wat. Ene wordt het gat behoorlijk groot. Gaan er toch weer een aantal ploegen over je heen. En nu blijven er lekker tussen staan. Dus prima.